Goedemorgen allemaal, het is vrijdag. Oh. Dus tijd voor een nieuwe weekendvlog, weekvlog. Ik sta klaar, ik heb mijn broek nog open, dus ik ga het niet helemaal zien, maar ik heb dit shirtje aan en grijze spijkerbroek waar ik in woon. Het is een beetje druilerig weer, dus ik dacht alle speeltuinen zijn natuurlijk nu helemaal nat geregend en zo. Dus ik dacht, ik ga met Niels naar Ballorig of Kid City of iets in die richting. Maar het is nu droog, dus ik wil eigenlijk liever wel gaan fietsen, want dat vind ik gewoon fijner. Dus dan ga ik naar Kid City, want dat is het dichtstbij. Ik ben nog nooit geweest, ik heb geen idee. Dat is zo'n indoor speeltuin. We gaan het beleven. Dus pak ik zijn schoentjes en dan gaan we daarheen. En ik neem jullie mee dit weekend. Dit weekend is nog een beetje onduidelijk. Sven heeft iets in Zwolle. Dus de vraag is even of hij Niels meeneemt of niet. Enerzijds vind ik het wel fijn als Niels gewoon een weekendje gewoon lekker alleen maar bij ons is. Het is toevallig de laatste twee weekenden natuurlijk dat hij al één of twee nachtjes uit logeren ging. Dus eigenlijk vind ik dat wel fijn. Maar dat houdt in dat ik niet kan sporten. Want dat doe ik natuurlijk nu op zondag. Moet even kijken. En morgen is wel heel leuk, want morgen gaan wij naar het museum van het konijntje. Ik ga het nu even niet noemen, want dan wordt Niels helemaal blij. Met mijn nicht en haar kindje en haar vriend. Dus dat is super gezellig. Nou, we gaan naar het zitten. Ik neem de camera niet mee, want ik ben natuurlijk in mijn eentje. En dan kan ik mijn spullen niet in de gaten houden. Ik ben daar redelijk spastisch in. Ik wil toen niet mijn camera kwijtraken. Dus ik zie jullie zo weer. Zo, het is 11:15. Wij zijn terug. Niels vond het helemaal prachtig. We hebben in alle klimtoestellen, glijbanen, draaimolens, iets met een treintje, ik weet het al niet. Dus hij is kapot. Ik heb hem echt op de fiets wakker moeten houden. Of op de fiets anderhalf broodje op. Dat is eigenlijk veel minder dan normaal, maar meer kreeg hij niet in. Hij wilde ook niet meer drinken, hij was gewoon te moe. Terwijl hij normaal gaat hij pas over een half uurtje of zo slapen. Maar hij zat echt heel zo. Echt heel warm blijven, wakker blijven. Dus ik ben nu even een uiensoepje aan het opwarmen. Uiensoep en even wat drinken, want man, heftig. En dan ga ik even zitten. Even bijkomen. Niels heeft me even met de was opvouwen. Hij had net al een bochtje van Sven op zijn hoofd. Ik ga dan altijd maar op de grond zitten met een wasmand. Eigenlijk is dit niet onze wasmand, maar het gaat van alles heen. Maar goed, de wasmand was al vol. Nu zit ik hier een beetje op de grond tussen de kleren, maar goed. Niels heeft net mooie stickers op zijn broek geplakt van een pakketje. En nu gaat hij op het potje zitten hier. Het is een heel gebeuren. Ik heb trouwens niet ook gezegd dat het middens vandaag jarig is. We hebben al worden gezongen, maar we hebben natuurlijk ook een cadeautje. Het wordt vandaag 4. Dus even met Niels uit de dierenwinkel heb ik dit ding gehaald. Maar dat geef ik straks als Sven er ook is. Maar ik zag ook dit. Geen idee of ze het lekker vindt, maar dat gaan we nu testen. Kijk eens. Wat is dat nou? Kan je eten? Mittens. Zal ik een stukje afbreken, Mittens? Wat is dat? Nou, dit wordt met groot enthousiasme ontvangen. Maar even naar kijken. Is dit niet de juiste smaak? Heb je die dingen ooit een keer eerder gehad, maar toen vond ze het ook al niks. Nou, niet deze dan maar andere. Nou, dit is een hit, zou ik wel willen zeggen. Ja, er komt niet heel veel van vroeg vandaag. Ik ben een beetje gaar. Ik werk dus nu weer maandag tot en met donderdag. Het is echt wennen. Had ik niet verwacht.
Maar gisteren zat ik te bedenken, dat is ook niet zo gek, want ik werkte dus voorheen altijd 4. Maar goed, toen ging ik dus op de woensdag werken, waardoor ik dus 2 dagen werk, een dag vrij, dan weer 2 dagen werk. En blijkbaar ga je dat dus wel voelen. Dus ik moet er echt aan wennen dat ik nu weer 4 dagen achter elkaar werk. En dat dat blijkbaar best wel vermoeiend is. Zelfs in de vakantie. Ik heb het ook wel echt heel druk hoor. Maar ik merk dat best wel. En het heeft natuurlijk ook te maken met... Ik bedoel, Niels is vaak vroeg wakker. Dus heel veel slaap ik niet. Ik ben een nachtmens. Dus voordat ik ga slapen... Ik lig nog wel in bed, maar ik kan dan gewoon niet slapen. Dus dat eigenlijk. Nou, ik heb voor vanavond lekkere olijfjes gehaald. En wat worst. Want ik mag natuurlijk geen lactose. Dus alle lekkere kaasjes en zo. Dat gaat een beetje aan mijn neus voorbij. Nu ga ik even deze zwijnenstap een beetje aan kant maken. We zijn alweer heel wat uurtjes verder. En inmiddels, ons internet doet heel raar. Dus ik moet eventjes gaan bellen met Telvoort. Dus ik ga iets op de tv kijken en Sven iets op de tablet. Maar dan gaan we het dus op slaapkamer doen. We hadden ook wat lekkere boldings. Alleen hier ligt nog alle was die we nog moeten opruimen. Tenminste, opgevouwen moet nog de kast in. Niels ligt lekker te slapen. En wij gaan ook lekker chillen. Ik heb weinig spectaculairs. Ik zit nog even wat te werken. Ook op bed, want Sven ligt daar een filmpje te kijken. Sfeervolle vrijdagavond. Maar het is wel fijn, want dan heb ik het allemaal al gedaan voor het weekend. Dus dat is ook wel lekker. Ik heb net een vlog bewerkt. En ik ga nu nog een filmpje doen. Ik weet niet of ik dat red, maar daar hebben we alvast begonnen. Oh, en ook reageren op mails. Adverteerders en zo. Dus... Goedemorgen allemaal, het is 9:45 en wij staan op het punt van vertrekken. Ik heb gewoon een basiswit shirtje aan en spijkerbroek, want we hadden een beetje haast en ik had geen kracht om lastig na te denken. Nou, het is ook prima, want we gaan naar het Nijntje Museum met mijn nicht en haar vriend en zoontje, dus dat is heel gezellig. Had ik gisteren natuurlijk ook al gezegd, maar daar gaan we zo heen. We moeten om 10 uur daar zijn, dus we gaan nu de deur uit. Zit in. Nijntje zo. Spannend hè, de slang. Spannend hè, vind je het leuk? Mama, pak het dan. Ja. Hallo. Die telefoontje plegen met de slang. Dat is... Mama. Ja? Niels gaat de slang opeten. Nou, dat is lekker. Zo, ik ben weer thuis. En het is nu 4 uur. Dus ik ben een beetje in twijfel wat ik ga doen. Of ik even ga chillen of aan de site. Filmpje opnemen, bewerken. Ik weet niet zo goed. Ik ga eerst gewoon even zitten. Even. Misschien even een serietje kijken of zo. Ik weet niet zo goed. Het was een beetje onverwachts dat ik nu een nachtje voor mezelf had. Want Sven dacht dat hij gaat kaarten met vrienden. En hij dacht dat dat in Delft was. En dan kan hij gewoon 's avonds de trein terugnemen. Maar het bleek in Zwolle te zijn. En nou ja, toen dacht ik nog, nou prima, dan ben ik gewoon alleen met Niels. Maar goed, dat kwam eigenlijk toch niet zo heel handig uit. Opa en oma vinden het natuurlijk ook altijd leuk om hem te zien. Dus Sven had zoiets, ik neem hem gewoon lekker mee. En Niels vond dat ook altijd heel leuk. Dus Sven zei al net, dat ik had net Sven aan de telefoon van dat het zo grappig is om te zien. Dat hij best wel vaak nu natuurlijk daar is geweest de afgelopen, tenminste best wel vaak. Hij komt daar gewoon één zin in. Nou, in ieder geval, hij was 2 weken geleden nog en dan zie je gewoon dat hij...
Hij herkent het en hij voelt zich er meteen thuis. Hij weet meteen waar zijn speelgoed staat. Wil meteen de tuin in, weet je, dat soort dingen. Dus dat is ook gewoon fijn. Ik vind het eigenlijk ook wel goed dat hij... Hij is super blij als hij thuis is, zeg maar. Maar ook bij andere vertrouwde omgeving gaat het eigenlijk ook altijd hartstikke goed. En ik denk dat dat ook niet verkeerd is dat hij ook gewoon zich daar gewoon fijn voelt. Dat wil niet zeggen dat je hem elke week ergens anders moet droppen. Maar ja. Nijntje Museum was echt heel gezellig trouwens. Ik weet niet of dat al gezegd had. Het was echt leuk. Leuk om die twee zo ook samen te zien. En gezellig op mijn nicht te zien. Ja, niet dat je echt heel erg bijkletst, moet ik zeggen, met kinderen erbij. Maar het was toch gezellig. Zo, de boodschappen zijn er. En nu mag ik ze alleen gaan uitpakken. Goed, het is al een luxe dat ze worden bezorgd, zullen we zeggen. Nou, ik ga ze even uitpakken. Ik maak pasta en een van haar sausje wat we nog over hadden. En dat is met, sorry voor de afzuiging, dat is met kookroom, maar dan zeg maar soja, want ik mag natuurlijk geen lactose. Dus dat ga ik eten. Het is inmiddels 6:30, dus ik eet lekker op tijd. Zonder Niels. Normaal eet ik al later. Maar ja, ik dacht, ik sta nu toch met die boodschappen. En dan kan ik maar beter gewoon lekker het allemaal gaan maken. Ik heb de meeste boodschappen opgegaan. Maar ik kan niet overal bij. Tenminste, ik kan op een stoel gaan staan. Maar dan zit het in hele zware bakken. Waar Sven altijd alle blikken en potten en dingen in doet. Nou, goed, dus dat. Alle bonen en zo. Daar moet hij nog even opruimen. En ik denk dat ik gewoon ga eten. En ondertussen nog een filmpje ga bewerken. Want dan heb ik gewoon daarna gewoon lekker de hele avond... Ga ik op kont zitten, van een romantische comedy kijken of zo. Oh, wel Ex on the Beach is. Keuzes, weet ik nog niet. Oh, en even een duimpje omhoog voor wie dit herkent. Ik maak altijd te veel pasta. Om een van de redenen overschat ik het altijd enorm. Ja, je kan het ook misschien gaan afmeten of zo, maar... Ik zie dan zo'n klein zakje er nog een klein beetje in. Dus denk, ja, dat is echt niet genoeg. En dan doe ik een klein beetje bij. Dat is altijd te veel. Maar goed. We gaan maar gewoon beginnen en we zien wel waar het schip strandt. Ik sta even allemaal foto's te maken in mijn vorige vlog of 2 weken geleden. Vertelde ik al dat ik op missie ben naar nieuwe zomerjurkjes en zo. Omdat sinds de bevalling, 1,5 jaar geleden, mijn borsten ruim een cupmaat groter zijn. Ja, dat is wel licht. Ruim een cupmaat groter zijn, waardoor ik dus heel veel jurkjes zijn nu te kort. En toen dacht ik, ja, ik kan ze in zo'n zak doen en zo. Maar ik dacht, ik kan ze ook een keer op United Wardrobe gaan zetten. Kan het een keer proberen. Ik heb er laatst zelf wat besteld, vond het heel leuk. Dus ik dacht, nou, dus ik ben nu alle foto's aan het maken. Onder andere van dit jurkje. Ja, het is gewoon te kort geworden voor mij. En dat is heel jammer. Maar het is wat het is. Dus ik maak even foto's en dan kan ik er misschien nog iemand anders blij mee maken. Ik ga een bad en ik dacht dat ik dit erin, deze thermo, heel lang bad hebben. Goedemorgen, ik ben net wakker. Het is 8:41 uur. Dat betekent dat ik over een uur richting de Zumba ga. En ik dacht, ik doe even een ander ontbijt dan normaal. Ik heb 2 boterhammen met pindakaas. Ja, ik weet ook niet waarom. En rood fruit. Dus besjes en aardbeien. Ik had ineens zin in boterhammen met pindakaas en ik was aan het smeren. Heb je dat ook wel eens dat je zo zwakker was? Daar heb ik zin in. Maar ik was aan het smeren, toen dacht ik ook, ik weet echt niet of ik er zin in heb. Want toen was ik daarna... Had ik ineens de associatie. We hebben een roadtrip gedaan in Amerika. Een tijdje geleden. Toen ben ik trouwens ook ten huwelijk gevraagd. Als je die video's niet gezien hebt. Als je doet Blondie Beauty Fashion roadtrip. Dan ga je ze wel vinden, denk ik. Maar daar aten wij. Daar kampeerden we bijvoorbeeld ook in National Parks. Parken. En dan moesten we iets meenemen. Wat een soort van houdbaar bleef. We hadden daar geen koelkast of iets. En dan gingen we naar de supermarkt, naar Walmart of whatever er in de buurt was. En daar kochten we dat van Amerikaanse brood, wat echt niet te hakken is, met pindakaas. Zo van, als we niks hebben, hebben we in ieder geval dat nog.
Want daar is er ook niet altijd eten te kopen. Of eigenlijk nooit volgens mij. Tenminste, ja, of heel overpriced of zo. Maar ik was het aan het smeren. Toen had ik echt zo'n major flashback naar toen. En in specifiek naar, we waren op een gegeven moment in, was dat Sequoia? Ik weet niet meer. Een van de parken en daar hadden we een tentje opgezet. We hadden echt niet door dat er zeg maar na 7 uur niks meer open was daar. We waren een beetje later dan gepland. En we hadden toevallig nog op de onderweg, zeg maar vlakbij het park, zeg maar, moesten best wel nodig naar het toilet. En er was een Subway. Nou, toen dachten we, weet je, we halen wel voor de zekerheid ook even een broodje. En dan hebben we in ieder geval even iets gegeten. Want voordat we de tent op hebben gezet en bla bla. En nou, vervolgens bleek het veel verder nog te rijden te zijn. Want ja, dan, zeg maar, dan heb je het bordje met National Park. Maar dan moet je nog een heel stuk door voordat je bij die campsite bent en zo. Nou goed, en al met al bleek dat er dus helemaal geen winkels meer open was. Dus de Subway en onze broodje pindakaas waren onze redding. En dat moet je dan allemaal bewaren in zo'n speciale bak, zodat er geen beren bij kunnen komen. Nou, goed. Dus toen ik het aan het smeren was, kreeg ik ineens dat soort flashbacks. Goed, nu ga ik het gewoon eten. Nou, ik ben omgekleed in mijn sportoutfit. This could be vodka. Drink ermee. En dan ga ik even naar de Zumba. En ik heb even wenkbrauw omhoog gezet, want ik moet echt heel erg genodigd ze laten verven. Oh, misschien dat ik dat vandaag even kan doen. Even nadenken. Ja, nou in ieder geval, die heb ik even bijgetekend. Ik dacht anders wel niet de straat niet op. Ik zie je zo. Nou, ik ben een tomaat. Ik ben weer thuis. Lekker gesport. Ik heb daarna nog even een beetje armspieren gedaan. Want ja, ik heb nu toch de tijd, hè, middags. Het is ook een beetje om me heen te darten. En nu er een wasje in gegooid. En ik heb gisteren al het was gedraaid. Dus mijn zondag wasdag valt dit keer mee. In de categorie huishoudelijke mededelingen. Net even Niels aan de telefoon gehad. En dat vind ik altijd wel leuk. Want dat kon natuurlijk vroeger helemaal niet. Want dat snapte hij helemaal niet. Maar nu heb ik het idee dat hij het echt wel begrijpt. Want hij zei ook, hoi mama. En nou, dan zeg ik, ben je leuk aan het spelen? Het zijn allemaal nog wel ja-nee vragen. Want de meer kan hij natuurlijk niet zomaar verkondigen. Hij kan wel, weet je, bal of zo zeggen. Maar niet, ja, het is leuk hier, want ik heb het de Duplo aan het spelen. Dat zit er niet in. Dan zeg ik, ben je lekker aan het bouwen? Dan zegt hij, ja. En heb je lekker geslapen, opa en oma? Ja. Kom je straks lekker naar huis? Ja. Dan dacht ik, oh, hij meldt. Dus, dat is heel lief. En nu ga ik douchen. Ik zag net de bolletje beschuitverpakking toevallig liggen. Ik was iets anders aan het pakken uit de kast. En dacht ik, oh, en er staat zo'n plaatje van beschuit met aardbei. Dacht ik, oh, daar heb ik zin in. En toen heb ik dat heel leuk op de foto gezet voor Instagram. Maar ik vergat het even mooi in jullie te laten zien. Maar hier zie je het nog een beetje. Nou, is het niet perfection. Dus dat zit ik nu lekker te eten. Ik loop even in een winkelcentrum. Ik weet niet hoeveel überhaupt iets open is. Ik moet in ieder geval even naar het Lidl. Mijn mannen zijn weer thuis. We zijn aan het wandelen. Niels eet ondertussen een appel. Iets. Ik kan tegenwoordig al heel ver lopen. En nu dus met de appel, we hebben zijn fietsje ook mee. We zetten de pas eventjes. We zijn lekker aan de wandel. We gaan even naar de speeltuin toe. Oh, dit is top. En laat zijn appel vallen. Ja. Laat los, laat het gaan. Nou, het is inmiddels weer een tijdje later. We zitten te eten. Het was een change of plans, want Sven die zag weer de mosselen in de aanbieding. Dus die wilde een pan mosselen. I don't like, dus ik heb een verse pasta. En Niels heeft van alles wat. Bijna.
Nee, bijna hè? Mama. Mama, bakken. Het is een beetje kroelen met deze kleine spruit met uit. Oh. Hallo? Okay. We hebben sinds een paar dagen dit. Kun je zoomen? Uiterst irritant. Gewoon non-stop storing met het internet of... in ieder geval iets met de tv. En laatst mee mijn video er ook veel langer over om te uploaden. Dus het, we hebben Telfort. Het ging heel het, we hebben echt heel veel gedoe gehad. En op een gegeven moment is er een monteur geweest. Het was echt een fantastische man. En die heeft echt tot laat is hij bezig geweest. Zelfs met kastjes buiten het huis. Ik weet al niet. En toen deed het uiteindelijk allemaal, dus ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar het werkte. En nu sinds, nou het zal zijn, 2 weken of zo, is het echt weer dramatisch. We hebben echt jaren genoeg gehad, nu is het denk ik een jaar of zo goed. En nu hebben we dit weer, dus we zijn er een beetje klaar mee. We gaan zo Game of Thrones kijken, Niels zegt lekker op bed. Alles is gedaan, behalve bed opmaken, ik moet zo nog eventjes. Zo'n gezicht nog insmeren. Het was schoon, maar nog maar nog geen crème op gedaan. Dat gaat enorm trekken. Ja, dus we gaan lekker Game of Thrones kijken. En nou, dan lekker naar bed. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Ik ben niet echt... Ik heb jullie weinig meer meegenomen. Het blijft toch een beetje lastig. Ik doe echt mijn best. Maar ja, na heel veel dingen... vind ik het lastig om de camera mee te nemen. Dan moet ik gewoon aan werken. Maar nou, ik hoop toch dat je het weer leuk vond te zien. En ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doeg!